Voor mij is vocal coaching de manier waarop iemand totaal ongelimiteerd eigenlijk zijn verhaal kan vertellen. Dus het gaat voor mij niet over techniek aan zich. Techniek is een middel, wordt wel eens gezegd. Maar het gaat eigenlijk nog verder dan dat. Want als iemand helemaal stroomt met dat wat hij werkelijk wil zeggen. En vaak is het een opgelegde tekst die iemand zingt. Dat wil zeggen opgelegd omdat hij of zij hem zelf niet heeft geschreven. En als je daar de onderlaag uit ventileert. Dus als je boven water krijgt wat iemand zelf wil zeggen met die woorden. Of met soortgelijke woorden. Of met subtekst. Of wat de woorden voor lading hebben voor iemand en wat het dus juist wel of juist niet betekent. Ja, dan ontstaat er magie. En het bijzondere is ook dat als dat klopt, dan is elk technische tool is alleen nog maar een soort fingerspitzend gevoel, maar ook een soort puntje op de i. En niet de leidende factor met een korte ei. Sterker nog, als je dat, mijn ervaring is, als je dat alleen maar gebruikt, dan wordt het eerder leiden met een lange ei. En daar kan zingen niet voor bedoeld zijn. Dus dat boeit mij enorm. En dan de persoonlijkheid die in zo'n stem zit en die dan vrijkomt omdat het waar is wat iemand doet op dat moment. Ja, prachtig. En dat ik daar dan tools voor mag geven, ja, dat vind ik heel, heel mooi om te doen.